Show, don't tell. Dat is wat ze altijd zeggen. Maar audio is ook erg belangrijk voor video's. Misschien zelfs wel nog belangrijker dan alle andere dingen. Een YouTube-kijker zal bijvoorbeeld de video wel bekijken als de videokwaliteit wat lager is, maar niet als de audio wat slechter is. En daarom kijken we vandaag naar 5 tips om jouw audio-opnames te verbeteren. Ik ben Joppe Koops en dit is mijn serie Hoe ik film. Doe dan even een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En abonneer even op dit kanaal als je meer video's over film maken wilt zien. Dat kan gewoon gratis door op die rode knop hieronder te klikken. Klik dan ook even op het belletje ernaast om meldingen te ontvangen als ik een nieuwe video upload. Dan gaan we nu gelijk beginnen met tip 1. Gebruik de juiste apparatuur. Oh stop, niet wegklikken. Ik bedoelde niet dat je nu allerlei dure apparatuur moet gaan aanschaffen. Dat kan ik zelf ook niet eens betalen. We gaan het doen met de goedkopere oplossingen. En als je die ook niet kan betalen, is dat niet erg. Dan heb je namelijk nog steeds wat aan de andere tips die ik je geef. De juiste apparatuur is natuurlijk een beetje ruim om wat over te zeggen. Je moet kijken naar de beste oplossing die jij kan betalen. De microfoon in de meeste camera's is niet zo goed en neemt ook het geluid uit de camera zelf op. Dus het eerste waar we naar gaan kijken en wat je kan aanschaffen is een nieuwe microfoon. Ik heb bijvoorbeeld de Boya BY-MM1. Ik heb geen idee hoe ik het moet uitspreken. Hier gaan we het in een volgende video nog wel meer over hebben. Het is een van de goedkopere microfoons. Maar vergeleken met de microfoon in je camera is het toch al een hele upgrade. Deze microfoon kun je aansluiten op bijvoorbeeld de microfooningang van je camera, als die er tenminste is. Of op een externe audiorecorder, zoals ik dat doe. Voor film, waarbij de camera en het geluid door 2 aparte personen wordt opgenomen, is dat wel handig. Maar voor video's als dit is het niet zo heel efficiënt. Ik moet namelijk elke keer het aparte audiobestand weer gelijk zetten met de video. Het leuke aan deze specifieke microfoon is dat je hem ook kan aansluiten op je Android-telefoon met deze aparte kabel. Zo kun je het geluid opnemen op je telefoon. En dan gaan we nu verder met tip 2. Als je van veraf geluid opneemt, moet je het geluid heel erg versterken. Daarmee versterk je ook de ruis en dat is iets wat we natuurlijk niet willen. Daarom moet je de microfoon zo dicht mogelijk bij de geluidsbron houden. In sommige video's zie je de microfoon gewoon in beeld. En dat kan zeker, maar vaak is het iets wat je niet wilt, omdat de microfoon niet in het shot past. Waar moet je de microfoon dan plaatsen om hem zo dicht mogelijk bij de bron te krijgen? Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat voor shot je aan het opnemen bent. Als je een longshot opneemt, plaats je de microfoon boven de acteur. Het beeld is namelijk minder hoog dan het breed is en de ooghoogte zit dichter bij de bovenkant dan bij de onderkant van het beeld. Als je een close-up opneemt, plaats je de microfoon juist onder. Nu zit de mond van de acteur namelijk juist dichter bij de onderkant van het beeld. Gebruik een windkap of popfilter. In een microfoon zit een membraan wat trilt door geluidsgolven. Maar geluidsgolven is niet het enige wat dit membraan laat trillen. Geluidsgolven bestaan uit trillingen in de lucht. Maar alle andere bewegingen in de lucht laten dit membraan dus ook trillen en worden dus ook opgenomen met de microfoon. Wind is daarom erg irritant. Gebruik daarom de windkap. Het is zo'n pluizig bolletje wat je om je microfoon komt. Dit laat nog wel de geluidsgolven door, maar niet meer het luchtdrukverschil van de wind. Bij verschillende letters komt er naast geluid ook lucht uit je mond, voornamelijk bij de B en bij de P. En daar krijg je dus ook vreemde geluiden. Hiervoor gebruik je een popfilter. Maar als je die net zoals ik niet hebt, kun je de microfoon ook gewoon net een beetje naast de mond richten. Daardoor komt de lucht niet in de microfoon terecht. zet spullen in de ruimte of gebruik isolatie. Het is hier natuurlijk al een kleine ruimte, maar in een grote ruimte kan er erg veel galm zijn. Dat hoort er natuurlijk ook, maar misschien is dat iets wat jij in je video niet wil. En als je het al wel in je video wil, is het misschien niet de goede soort galm. In ieder geval is het makkelijker om in post er weer galm bij te zetten dan de galm weg te halen. Dus kun je maar beter opnemen met zo min mogelijk galm. Die galm moeten we dus vermijden. Dat kun je ten eerste doen door spullen in de ruimte neer te zetten als stoelen en banken die het geluid minder weerkaatsen dan de muren, want daardoor ontstaat galm. Daarnaast kun je achter de camera en microfoon een deken ophangen om zo nog meer galm te voorkomen. Haal zoveel mogelijk ander geluid weg. Al de hele dag zit ik te wachten tot ik eindelijk deze video op kan nemen, omdat het de hele dag regent. En op deze dakramen maakt dat keihard geluid. Regen is natuurlijk iets waar je niet zoveel aan kan doen. Maar er zijn wel andere geluiden die je kunt verminderen. Geluiden kunnen namelijk erg afleidend zijn in je video. En als je te weinig andere geluiden hebt, kun je ze er altijd in post weer bij plakken. Zet dus zoveel mogelijk apparaten die herrie maken in de buurt uit. Vraag de personen thuis of ze even stil kunnen zijn als je aan het opnemen bent. En haal alle andere geluidsbronnen die je maar kan vinden weg of zet ze stop. Verzin er wat op, want geluid kan erg afleidend zijn. Dat waren de 5 tips voor deze video. Vond je deze video nou leuk of vond je de tips handig? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je nog meer video's over filmmaken wilt zien. Deel ook even deze video met iedereen die geïnteresseerd is in filmmaken. Volg me nog even op Instagram @JoppeKoops. En dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer!